Beetje met schokjes ging het. Godzakkes. Goedemorgen met deze vrijdagmorgen. Het is de 11e. Het is 10 uur. Fijn dat jullie er weer zijn. Ineens stond mijn scherm stond stil. Dat ging van 5, 4. Hallo? In ieder geval, dat gebeurt dus. Ik ben benieuwd hoe het met jullie is. Zet even in de chat dat je er bent. Er komen allemaal mensen binnen, zie ik. Hartstikke leuk. Hallo Johan, Nathalie, Sylvia, Stefan. Nou, er komen er nog een paar meer binnen, zie ik. Helemaal goed. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben. Ik heb eigenlijk als eerste een vraag. Want we geven deze webinars natuurlijk om te zorgen dat de vitaliteit en het welzijn van mensen omhoog gaat. Dat is de belangrijkste reden. En we zijn natuurlijk met allerlei gave vitaliteitstrajecten bezig waarin we datzelfde doen. Dat doe ik samen met George Parker. Superleuk om te doen. En vitaliteit is, zoals we afgelopen keren heb ik het een beetje verteld wat vitaliteit is, heeft eigenlijk een aantal componenten. Heb je voldoende energie? Dus sta je op en ben je er? Het zit hem ook in motivatie. Ben je gemotiveerd voor wat je wil gaan doen of wat je wil neerzetten? Als mens zijnde, maar ook als werknemer. Het zit hem ook in je leervermogen, dus ontwikkel jezelf vooruit en heb je het gevoel dat je ergens naartoe werkt, zeg maar met een bepaalde drive, een bepaalde doel. En het zit ook in je mentaliteit, je fysiek, van hoe je je voelt, mentaal gezien, fysiek, etc. En deze week was een beetje een aparte week, omdat de toetsenist van mijn band, die heeft een hartaanval gehad deze week en toen hebben ze hem gekatheterd, of ik weet niet hoe dat heet, dat ze in ieder geval je hartstroming door gaan nemen. En toen heeft hij dus een bloedpropje naar zijn hersenen geschoten en daar heeft hij ook een herseninfarct gehad. En hij is half verlamd. Dus er was een aparte week en dat heeft een gigantische impact op onze band, want we hebben een hele fijne band met gezellige mensen erin. En dan ga je toch wel even nadenken. Ja, vitaliteit is super belangrijk. Weet je wel, dat je gezond bent en dat je positief bent. En dat je mensen om je heen hebt die van je houden. Dus ik heb even een vraag voor jullie. Als je nou kijkt naar de thema van vitaliteit die er zijn, over gezond zijn, positieve mindset, hanteren van stress, misschien jouw koers varen, je missie hebben. Wat vinden jullie dan leuke thema's waar ik in de toekomst mijn webinars op kan richten? Dan ga ik dat doen, dan ga ik daar materiaal bij zoeken, et cetera. En dan ga ik die presentatie ook zo vormgeven. Dan mag je gerust in de chat zetten. Dus ik zal even openen met welkom. Dan zie je waar die zit. Die zit aan de rechterkant. Dus wees vrij om dat in te vullen. Hey, vandaag gaan we het hebben over thema positief. Positieve instelling. Positieve instelling is belangrijk. En de vraag is dan van, nou, we gaan eerst even een paar polletjes lanceren om eens te kijken hoe het met jullie gaat. Ten tweede, hoe ga je nou van pi versus ni? Dus dit is ni, dus rood. Hoe ga je naar pi? Positieve instelling, negatieve instelling. Hoe ga je nou van negatief naar positief? En bijvoorbeeld, hoe kun je ook zoiets als wat ik deze week heb meegemaakt makkelijker creëren? Ik heb nog een gaaf film van Christian de Lion, nog een aantal meer, om te laten zien dat positieve mindset een ding van binnen is. Het is enerzijds aangedreven vanuit je neurotransmitters, hormonen. Die, als je veel dopamine en serotonine en oxytocine in je lichaam hebt, dan ben je gelukkig. Dan heb je drive gemotiveerd, dan heb je flow voor het leven en je verbindt je met andere mensen. En dat roept geluk op. Maar als je de andere stoffen hebt, zoals cortisol en adrenaline en noradrenaline, dan wek je stress op. En stress is niet negatief, want het is een natuurlijke reactie van je lichaam om betere focus te krijgen. Want je krijgt namelijk echt letterlijk een laserstraalvisie, alles om daaromheen verdwijnt. Je kan alleen nog maar dat zien. En als je het goed weet aan te wennen, dan kun je stress ook gebruiken om je vooruit te bewegen. We gaan het even hebben over de drie F'en, hoe focus en taal en fysiologie een rol daarbij speelt. Ik heb een cirkel van daadkracht om positief te worden en we kunnen nog wat vragen lanceren tussendoor. Alright, dat is het programma voor vandaag. Als je het leuk vindt, zet in de chat wat je vraag is. Als je nou kijkt naar jouw eigen positiviteit op dit moment, hoe zit je dan? Ben je 100% positief of zit je op 86, 73%, 51%, 33% of 15%? Ik heb een beetje andere getallen gekozen, vond ik ook wel eens een keer leuk. Dus waar zit je ongeveer qua positiviteit voor jezelf?
qua instelling, qua denken. Mag je in de chat even invullen. En dat mag je nu doen. Dus waar zit je ongeveer als je kijkt gewoon puur naar je mindset? Waar zit je dan qua positiviteit? Waar zit je? Even kijken, ik moet hem even aanzetten. Nou, waar zit je qua positiviteit? En dan hebben we 100. En om een of andere reden pakt hij, dus ik moet hem even aanpassen. Dus 73. Hup. 51. Of minder dan 33. Even kijken. Kleintje. Hup. Ja, en dan zeg ik share now. Dus waar zit je dan qua positiviteit? Zit je op 100%, 86%, 73%, 51% of onder de 33 richting 15%? Waar zit je ongeveer qua positiviteitsgevoel? En Johan, Nathalie, Sylvia, wees vrij het gewoon in te vullen. Dit is gewoon even status quo voor jezelf. Waar zit je ongeveer als je kijkt op dit moment qua positiviteitsgevoel? En er komt één antwoord binnen en de andere mogen het ook eens invullen. Het is een status quo, want het is gewoon even kijken van hoe je ervoor staat en waar je qua gevoel mogelijk nog dus kan winnen. Mensen die vullen nog niet in, maar wees vrij het in te vullen, want het is een status quo voor jezelf. Waar zit je qua gevoel? De meeste medemensen die zitten nu rond de 51%. Dat is een beetje aan het stijgen. Dat komt ook omdat veel mensen die merken dat die corona langer duurt. Ik heb gisteren een blog online gezet. En daar heb ik gezegd van, als je gewoon puur kijkt naar de cijfers, weet je wel, je krijgt een beetje verdeeldheid in de maatschappij. Want mensen vinden het lang duren. Ze hebben allerlei meningen over die op social media spreidt. Er zijn sommige mensen die geloven in complottheorieën. Anderen die zeggen, nee, de lijn die gevolgd wordt met regels, dat is goed. Er is nogal een verdeeldheid in Nederland over hoe dat nu gaat. Merendeel vindt nog wel dat de regelgeving zoals we het in Nederland geven, goed zijn. Nou, ik heb daar niet zozeer een mening over. Ik kijk heel erg naar wat kan ik doen in de situatie zoals die is. En hoe kan ik goed zorgen voor mezelf en de mensen om me heen. En de mensen die klant bij me zijn, hoe kan ik die goed bedienen? Want uiteindelijk is mijn doel het vitaliteit zo hoog mogelijk te maken. Maar 51% van de mensen is negatief. En dat is best wel veel. Dat heeft enerzijds ook te maken dat wij een kritisch volk zijn. Wij hebben de meeste negatieve woorden in de wereld in ons vocabulaire zitten. Even een vergelijk. Wij hebben op 3500 emotiewoorden. Er zijn er bij ons 1700 zijn er negatief. Ga je naar Zweden, Finland, Noorwegen, dan is het een beetje 50-50. En ga je naar het zuiden, dan is het gebruik omgekeerd. En dan is 67% gebruiken ze positieve woorden. En 33% gebruiken ze negatieve woorden. En dat heeft natuurlijk een invloed op je mindset, hoe je je voelt en hoe je beweegt en communiceert, et cetera. Nou is het belangrijk om een positieve instelling te ontwikkelen, want als je namelijk gaat praten en denken in kansen mogelijkheid en je gebruikt erbij positieve woorden, dan kun je op een veel andere manier je denken beïnvloeden. Dus ik zeg altijd van, er zijn drie dingen die emoties van mensen beïnvloeden. Dat is waar je op focus wordt groter. Dus als jij gaat focussen op problemen, dan wordt het probleem groter. Ga je focussen op iets neutraals, dan krijg je een neutraal gevoel. Ga je meer focussen op positieve dingen, dan krijg je automatisch meer positiviteit in je. Het gaat je ook opvallen. Dus je brein gaat daar ook vragen over stellen. Waar zitten positieve dingen? Waar kan ik kansen zien? Waar zitten de oplossingen? Dat soort dingen. Het zit hem ook in je fysiologie. Dus als jij meer rechtop loopt, zeg maar, en een mimiek, minimaal neutraal, maar met je lippen een stukje naar boven. En je zou het zelfs, al zou je het faken, en je zou een beetje deze look aannemen. Daar hebben ze een test mee gedaan op een universiteit met depressieve mensen. En die hadden ze 3 maanden lang. Moesten ze 20 minuten voor een spiegel staan met hun mondhoeken lichtjes omhoog getrokken. En na 3 maanden was 95% van die depressieve mensen was niet eens meer depressief. En er zat zelfs een vrouw tussen die was depressief in de slaap zelfs. Dus kun je nagaan hoe erg mensen dat kunnen zijn. Dus
Positief taalgebruik, dat werkt heel goed. Je fysiologie, dat werkt heel goed. En waar je focus op legt, werkt ook heel goed. En dat positief taalgebruik, dat zijn eigenlijk de drie dingen die je mindset beïnvloeden. Ik heb van Cyril Kortleven, heb ik dit kaartje gekregen. En hij noemt dat ID killers en ID boosters. En ID boosters zijn taaldingetjes als, goed, laten we het proberen, wat een leuk idee, laten we het testen. Nou, laten we het concretiseren. Ja, en dat kan goed werken, want laten we kijken wat de gedachte erachter is of het concept. Vertel me meer. Wauw, interesting. Ja, we gaan het doen. Zet het op de agenda. Iets in die trant. Ze gebruiken ook woorden als, wat is de situatie? Hoe ziet de wereld eruit als we richten op de positieve dingen? Dus ze stellen veel positieve vragen met positieve woorden. Minimaal neutraal, liefst positief en soms zelfs superlatief. Je hebt, daarnaast heb ik ID killers. En die ID killers, dat zijn woorden als, het kan niet gedaan worden, is niet mijn verantwoordelijkheid. Het is nog nooit gedaan, het zal niet lukken. Het bestaat al, je mag daar geen grappen over maken. Er zijn geen mensen voor aanwezig. Mijn baas of mijn partner vindt dat niet leuk. Nou, we hebben altijd zo gewerkt. Waarom moet het anders? We mogen geen fouten maken. Er is geen budget. Weet je, nou, dat zijn allemaal ID killers. En daarmee gaat eigenlijk je positieve instelling, die gaat een stukje naar beneden. Dus de kunst is dat je positief taalgebruik gebruikt. Dat je denkt en praat in kansen en mogelijkheden. En dat je de focus legt op waar de mogelijkheid zit. Zelfs in een probleem. Dus bijvoorbeeld bij Jor, onze toetsenist. Dat is heel erg wat er gebeurd is. Maar we hebben daar niet direct een invloed op. Maar we wel kunnen kijken is waar liggen de kansen of mogelijkheden om hem en zijn familie een stukje te ondersteunen. Nou kun je ook, en dat heeft met je gedachten te maken. Als mensen nadenken over problemen of over coronadiscussies en zo, dan zie je dat mensen heel vaak meningen als een feit presenteren, als een harde waarheid. En op het moment dat dat is, dan krijgen ze ook een negatief gevoel erbij. Ik geloof dat als je in je brein, zeg maar, de feiten loskoppelt van de meningen, dus wat zijn de feiten, wat is de situatie, van wanneer tot wanneer het gespeeld, en je koppelt de meningen los, zo van wat vind ik ervan, wat vindt een ander ervan, en je koppelt dat los van het gevoel, dus welke gevoelens heb ik erover? Wat voor sfeer geeft dat? Welk gevoel zou ik willen hebben? Wat is de boodschap achter mijn gevoel? En je koppelt dat los van de ambitie. Wat wil ik ermee? En dan koppel je het los van de actie. Wat ga ik eraan doen? Wat kan de eerste stap zijn? En resultaat, wat wordt dan het resultaat? Koppel je dat los in je hoofd, dan kun je veel makkelijker problemen ontrafelen en lukt het veel makkelijker om de positieve kant op te dekken. En doe je dat, dan kun je dat nog bekrachtigen door overtuiging te ontwikkelen die je denken en gedrag nog positiever maken. Nou, en dat maakt communicatie wat transparanter. Dat zorgt ervoor dat je ook waarschijnlijk wat meer positieve mensen gaat aantrekken. Je beïnvloedt ook mensen die negatief zijn. Die beïnvloed je wat positiever. Nou, en dan kun je ook gaan groeien en dan kun je weer gaan ontwikkelen. Dus positieve instelling, Pi, dat zijn dit soort dingen. Dan heb je ook daarnaast nog iets, dat noemen ze negatieve instellingen. Dan ga je denken, dus een praten, beperkingen. Dan heb je negatief taalgebruik, dus woorden als problemen, klachten, rot, fout, niet, nooit, onduidelijk. Weet je wel, dat soort woorden. En dat zorgt ervoor dat je beperkingen oplegt bij jezelf en anderen. Mensen die krijgen daar ook een negatief gevoel vaak over. We zeggen ook dan, hey, dat is goed fout. Daar zit hem ook in dingen als roddelen, een negatieve overtuiging ontwikkelen, zal het toch wel niet kunnen of hij zal toch wel dit van plan zijn en dat zal toch wel niet het positieve effect hebben op het team of dat soort dingen. Dus mensen ontwikkelen zich door dat denken in beperken, ontwikkelen ze ook negatieve overtuiging, want een overtuiging is niks anders dan een tafel en op die tafel zou bijvoorbeeld kunnen staan, ik ben sexy, nou hoe wordt die ik ben sexy waar? Hoe meer bewijzen ik aanvoer, redenen waarom dat waar is, des te meer wordt die waarheid echt. En dat is bijvoorbeeld als je zegt, ik ben sexy, dan zou je dus kunnen zeggen, ik heb spierballen, ik ben mooi slank, ik heb een atletisch lichaam, ik heb hele mooie ogen, kijk maar, mooie ogen. Dus ik ben sexy. Dan wordt het waar. Dus hoe meer pijlers eronder staan, des te meer waard het wordt.
Je kan ook zeggen, nee, ik heb een beetje een voorstaande tand. Ik moest vroeger altijd een beugel. Ik heb mijn armen en mijn benen zijn super dun. Dat kan toch niet? Dat is niet mannelijk. Dus hoe meer ik van dat soort pijlers eronder zet, des te meer wordt dat waar. Dus waar je op focust, wordt dus waar. En dat leidt uiteindelijk, sorry, dat leidt uiteindelijk tot een bepaalde vorm van negatief egocentrisme. Dus je gaat heel erg focussen op wat je zelf vindt, ziet dat als waarheid. Je focust op het negatieve, je gaat allemaal redenen erbij halen waarom dat waar is. En uiteindelijk word je dus ook negatief. Dat zorgt er ook voor dat er dus mensen op je afkomen op willekeur. Terwijl ik, als ik naar mezelf kijk, ik kijk echt naar, geef deze mens mijn energie. Voeg dat waarde toe aan mij en de omgeving. En door dat goed te kiezen, daardoor verzamel je zonnetjes om je heen in plaats van bolletjes. En zonnetjes zijn positieve mensen met die kansen zien, mogelijkheden zien, die creëren, die bij, ja, bij verdriet en dat soort dingen ook eerlijk hun gevoel uiten. Negatieve instellingen doen dat vaak niet en die zijn vaak verhard en heel erg stellig. En ja, daar merk je gelijk, want als je daarmee praat, dan vloeit je energie die vloeit weg. En dat noem ik de fixed mindset. De positieve instellingen hebben de growth mindset, een groeimindset. Die ontwikkelen zich, die zien verder dan wat er werkelijk is. Die kunnen het grote geheel wat beter zien. En mensen in een negatieve instelling hebben daar toch een beetje meer moeite mee. Nou heb ik daar een leuk filmpje bij, want als je ziet wat. Ik heb een aantal filmpjes om even te laten zien hoe dat werkt. Maar wat gaaf is aan dit filmpje is van het I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. So, Riley, how was the first day of school? Fine, I guess. Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. Signal the husband. What did she say? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What is it, woman? What? I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. Ah! We're Riley's emotions. These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag. I wanted to maybe hold one. What happened? Sadness? She did something to the memory. Is everything okay? I don't know. Take it back, Joy! Hurry! Joy, no, let's wait! Go. The core memories! Ah! No, 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 no! Can I say that curse word now? We have a major problem. Oh, I wish Joy was here. We can fix this. We just have to get back to headquarters. That's long-term memory. You could get lost in there. Think positive. Okay. I'm positive you will get lost in there. What was that? Was it a bear? There are no bears. Kijk of die dat. Ja, er is iets met de verbinding om een of andere reden. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Sweet. Op mijn kantoor, dus ik zou. Op mijn kantoor.
En ik zit op mijn kantoor, dus ik zou... Ja, ik heb 5. I could stay lost in this moment forever. Heeft hij moeite om het... en ik kom heel de tijd stil te staan, zie ik. Dus dat is niet goed. Ik zal nog een keer de presentatie opzetten. Ja, dat is apart. Die hou je dus van mij te goed. De film van Christian Lime. Maar die film die ging, dat kan ik wel even vertellen, die ging over een leeuw. Die is opgevoed door 2 mensen. Die hebben het babytje altijd als babyleeuwtje altijd als leeuwtje gevoed, et cetera. Veel met hem geknuffeld en gespeeld. En dan zien ze die leeuw, die zien ze 5 jaar later of zo, zien ze die. En dan is hij echt een wilde leeuw en dan komt hij op hen afrennen. En dan herkent hij hun ook en dan knuffelt hij hun, et cetera. Superleuk filmpje om te kijken. Dus wat in ieder geval belangrijk is dus om te houden bij positieve instellingen is, als je puur kijkt naar mensen die stress hebben, die hebben dus vaak in hun hoofd een stressreactie, want er komen problemen op hun weg. En bij stress is het zo dat je hebt een bepaalde draagkracht om die stress te dragen. Je hebt een bepaalde hoeveelheid problemen. En als die draagkracht groter is dan de hoeveelheid problemen die je hebt en je vermogen om ermee om te gaan en ook je sociale omgeving is groot zat, dan kun je heel makkelijk die stress pareren. En dan krijgen mensen vaak ook een voldaan gevoel. Dat noemen ze ook wel euforische stress. Maar je hebt ook een andere vorm van stress, dat distress. Dat wil zeggen, dan heb je negatief stress. En dat komt omdat je vermogen om met problemen om te gaan te laag is. Je hebt te weinig mensen om het mee te delen. En het probleem is misschien te groot of onoverzichtelijk. En dan gaan heel veel mensen, die komen dan in een negatieve instelling terecht. En dat komt omdat ze dan gaan infocussen op wat al de problemen zijn die er zijn. Ze gaan dan infocussen op taal die wat negatiever is. Hun houding gaat wat meer fronsen, ze gaan wat meer ingezakt in elkaar lopen. En doordat ze dat doen, wordt hun staat uiteindelijk dus negatiever. Nou, en ik zeg tegen mensen, als je een positieve instelling zou willen ontwikkelen, dan is het gaaf om je focus te leggen op dingen die je interesseert. Dat je gaat kijken van waar ligt vandaag mijn passiebezieling, wat kan ik doen om die passiebezieling tot leven te wekken. Je kan het ook doen door mensen te ontmoeten die je leuk vindt. Je kan het ook doen door duidelijke positieve vragen te stellen en doelen te stellen van welke kant, welke richting je op wil gaan. En doordat je die vragen stelt, wordt je RAS, je reticulaire activatiesysteem, dat is eigenlijk het gebied wat verantwoordelijk is voor je focus, die wordt geactiveerd. En dat zorgt ervoor dat je een positiever gevoel krijgt. En je gaat het ook eerder herkennen en erkennen. Nou, en dan hoef je nog maar 1 ding te doen. Dat is, lukt het je dan om proactief actie te nemen op dingen die belangrijk zijn? Ik had daar overigens dit filmpje bij. Ik ga nog 1 keer proberen, want het is wel gaaf als het toch zou lukken. Dan had ik dit in mijn moed niet zeggen, maar toch het beeld komt dan in freeze stand te staan. Banana! Dus we gaan dat even kijken. Ja, dat is wel jammer, want het was ook een heel leuk filmpje, maar die ga ik je toesturen. Kijk, dus de Minions film, de Inside Out film, de Minions, dit vind ik altijd leuke tekenfilms, kijk ik altijd met mijn dochter, met Lenne. En bij het Minions filmpje, daar zie je zo, eigenlijk elke menselijke emotie die er is, die hebben ze expliciet uitvergroot. De Inside Out trailer is ook heel erg leuk, dat gaat over een meisje die gaat verhuizen. En dan in haar hoofd zitten 5 poppetjes en 1 poppetje heet sad en de andere heet anger en de andere die heet joy en de andere heet inspiration, et cetera. Nou, en daar zitten mensen met achter regelknoppen en die sturen dan haar emoties en dat is te geestig om te kijken. Omdat het een beetje natuurlijk ook bij ons in ons hoofd en ons lichaam vindt dat natuurlijk ook plaats, dat soort processen. Dus op het moment dat je een bepaalde gedachte krijgt die positief is, dan maakt je lichaam automatisch hormonen aan. Die zet eigenlijk van alles in werking om te zorgen dat je een positief gevoel krijgt. Die zorgt dat je in beweging gaat, die zorgt dat je mensen gaat opzoeken die positief zijn, et cetera. En dan kom je op een andere plek uit, als dat je
helemaal bijvoorbeeld in anger of in sadness zou blijven hangen. En ja, over emoties wel belangrijk, want mensen die verwarren altijd emoties met gevoel. En emoties is puur instinctief wat je binnenkrijgt, zoals woede, frustratie, het gevoel van eenzaamheid, etc. En het gevoel, dat is welke keuze je maakt, hoe je daar invulling aan gaat geven. Bijvoorbeeld als je woedend bent, dan kan je besluiten bijvoorbeeld een glasplaat door te gooien, dat kan zijn. Dat is een vorm van woedeuiting. Of je kan besluiten datgene waar je woedend op bent te bekijken en dan vervolgens tegen die persoon waar je het naar wil uiten een oplossing te gaan zoeken, zeg maar. En dat is ook uiten van woede. En, maar er zit een verschil in hoe je dat kan doen. En ja, mensen die vergeten dat emoties de aandrijver zijn van je focus en ook van hoe je kijkt naar het leven. En daarom is het dus belangrijk om bewust af en toe stil te staan. Ik zeg altijd 3 keer 10 minuutjes per dag. Hoe gaat het met je? Heb je energie? Heb je al een positief gevoel? Heb je talent al gebruikt? Heb je al iemand gebeld of geactiveerd die je belangrijk vindt? Dat zijn simpele vragen, zeg maar, die je aan het begin van de dag kan stellen. Dat geeft ook een beetje focus. Maar het zorgt er ook voor, door dat rustig per dag 3 keer te evalueren, dat je veel makkelijker kan voelen, wat voel ik nou voor emotie en wat is de boodschap en wat zou ik daarvoor willen of kunnen doen. En dan kom je bij het volgende. Als je die focus wil verbeteren, dan kom je eigenlijk bij iets, dat noemen ze de focal van aandacht. En dan zie je in het midden een stipje staan, dat is jij en je taak. En dan zie je daar omheen, cirkel 2, dat is de directe afleiding. Dus het weer, het publiek, het materiaal, bij voetbal, de scheidsrechter, etc. 3 daaromheen is hoe het dingen behoort te zijn in vergelijking tot. 4, dat is ben je aan het winnen of aan het verliezen. 5 zijn, wat zijn die consequenties van de winnen of verliezen. En de 6 is, wat doe ik dan hier of wat is dan de uiting daarvan. En de kunst is dat je in je focus, je gaat richten op datgene wat echt belangrijk voor jou is. En bijvoorbeeld als je in deze coronatijd kijkt, dan zou je kunnen zeggen van nou, ik neem de feiten van corona neem ik waar, maar dat doe ik maar 1 keer per dag. Ik besluit voor mezelf hoe ik op basis daarvan ook mijn eigen werk een beetje ga invullen, wat ik belangrijk vind en welke mensen ik belangrijk vind en wat mijn belangrijke taak is, welke bewegingen ik daarin wil maken, dat ga ik centraal stellen. Dan zit je op 1, zit je te functioneren. Directe afleidingen zijn bijvoorbeeld al het nieuws over COVID-19, het nieuws, de appjes, social media, wat mensen erover schrijven. En ik zou het een beetje minimaliseren, omdat namelijk er staat zoveel negatieve pulp in en negatieve uitingen, ook vaak van meningen die als feiten gepresenteerd worden, dat het heel erg afleidt van jouw kern. En wat mensen meestal doen is, die gaan het dan vergelijken met elkaar, die gaan discussiëren en dan krijg je dat het zich vergroot. Mensen die die negativiteit, die discussie zijn gaan, die krijgen ook echt niet het gevoel dat ze aan het winnen zijn. Die krijgen eerder het gevoel dat ze iets aan het verliezen zijn. Nou, en dan gaan ze ook nadenken over de consequenties van het verlies. En dan gaan ze zeggen, ja, die regels van COVID, dat slaat nergens op en ik mag niet meer het theater in en verarmoeding van de cultuur, et cetera. En in een bepaalde mate is dat waar, maar niet helemaal. En dan komen ze uiteindelijk bij de zinsvraag uit van ja, wat doe ik hier? Ik wil gewoon dat. Ik wil iets anders dan wat er nou aan de hand is. En dat geeft een negatief gevoel. En ga je terug naar je kern en je gaat terug naar wat jij belangrijk vindt in deze situatie, want de situatie is zoals die is. En je gaat niet te veel inzoomen op afleidingen van buitenaf, maar je houdt het een beetje dichter bij jezelf. Dan kun je ook veel makkelijker relateren wat je zelf vindt en wat je zelf belangrijk vindt. En dan kun je veel meer focussen op wat je kan winnen. En dan zal de consequentie van de winnen ook positiever zijn. En dan kom je bij de zinsvraag ook uit van, ja, ik heb in deze situatie dat gecreëerd en dit was zinvol. En ik heb bijvoorbeeld bij de Song for the People in de coronatijd hebben we die gemaakt, in de slimschakel, hadden we alleen maar positieve initiatieven om mensen hoop en inspiratie te geven. En dat genereerden we met de deelnemers, maar genereerden het ook met de mensen waarmee we samenwerken. En uiteindelijk is dat een heel gaaf product geworden wat we op dit moment bij bedrijven verkopen. Dus die kant kan het opgaan. En dat noemen we de cirkel van aandacht. En dat is heel gaaf. Frequent taalgebruik is de tip. Is eigenlijk dus, ga van negatief naar neutraal en van neutraal naar positief. Mensen zeggen altijd van, wat zijn dan negatieve woorden? Dat zijn woorden als klacht, probleem, rot, fout, onduidelijk, irreëel. Dat soort woorden. En er zitten ook scheldwoorden bij, maar er zitten ook woorden bij als lastig
lukt me niet, weet je wel, dat soort gaat nooit goed komen, dat soort woorden. En die zorgen ervoor dat je gevoel en je focus negatiever wordt. En ik zeg van natuurlijk, negativiteit heb je ook wel eens in het leven, maar constateer wat het is en formuleer dan eens wat de wens is achter dat negatief ding. Wat wil je daarvoor in de plaats? Nou, en ik zeg tegen mensen, ga minimaal dan naar neutraal. Ga naar wat is de situatie? Niet wat is het probleem, wat is de situatie? Wat zijn de feiten? Wie is erbij? Wat kunnen we doen? Wat zijn talenten om die kant op te bewegen? Wat zijn logische stappen? Dat is neutraal. Je kunt ook nog een stukje verder naar positief. Dan kom je in woorden uit als dat is goed, dat is leuk, dat is interessant. Hier leer ik van, die uitdaging ga ik aan. En je kan nog naar superlatief. En superlatief zijn dingen als dit is extraordinary gaaf. Ik heb superveel positieve energie. Ik vibreer van de aardbol af. Je kan het nog naar een superlatief trekken. En sommige mensen zeggen dan van ja, maar dat ga ik niet doen, dat kan toch niet. Natuurlijk kan dat wel, want de woorden die je gebruikt en die genereren een bepaald gevoel. En dat gevoel kan zich versterken. En uiteindelijk is het gevoel wat je systematisch ervaart, dat is wat je binnenkrijgt in het leven als zijnde gevoel. Dus de consistente stroom van gevoelens die je dagelijks ervaart, bepaalt je kwaliteit van je leven. Dus als jij continu piekert, dan wordt piekeren je kwaliteit van je leven. Als jij continu denkt in problemen, dan wordt problemen wordt de kwaliteit van je leven. Dat wordt letterlijk waar je op koers. Het is bijna een self-fulfilling prophecy. Ik had vanmorgen iemand aan de telefoon. Die gaat meedoen bij de Slim training. En zij had altijd het idee dat zij moet hard werken. Moeten is ook een negatief woord. Er zit een bepaalde dwang achter. En toen vroeg ik aan, waarom is het belangrijk voor jou dat je hard werkt? En dan zegt ze, want als ik niet hard werk, heb ik niet het gevoel dat ik belangrijk ben. Weet je? Er zitten altijd overtuigingen achter die het versterken. Nou, en de kunst is niet dat je in dat negatief blijft hangen, maar dat je veel meer een stroom van positieve, neutrale vragen aan jezelf stelt, omdat je brein dan net zo lang gaat zoeken tot hij het antwoord vindt. En stel je negatieve vraag, krijg je gewoon negatieve antwoorden. Stel je neutrale vraag, krijg je neutrale antwoorden. Stel je positieve vraag, krijg je positieve dingen die je gaat zien. En ga je superlatieven gebruiken, dan wordt het superlatief, gaat ook vaak ontstaan. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, maar je perceptie hoe je daarnaar kijkt, wordt compleet anders. En dat is super gaaf om te leren. Nou, even ter vergelijking, dan hebben we het hier nog een keer op staan. Dus negatief naar neutraal, dus zeg dus situatie in plaats van probleem. Zeg vraag, suggestie, wens in plaats van klacht. Zeg ik ben beledigd, zeg ik voel me anders begrepen. Zeg ik ben gekwetst, zeg nou, ik ben geraakt van binnen. Ga kapot hiervan. Ik heb tijd nodig om het te herpakken. Dat was stom van mij. Ik ben het aan het leren. En dat zijn variaties op hoe je je mind kan trainen en anders kijken naar dingen. Als je dan een stapje verder gaat, dan kun je ook zeggen, we gaan van neutraal naar positief. Je kan zeggen, nou dat was aardig. Je kan ook zeggen, dat was fantastisch. Je kan zeggen, ik ben enthousiast erover. Dit was fabuleus. Ik ben geconcentreerd. Ik ben super energiek. Ik vind het interessant. Maar dit heeft me diep getroffen. Dit heeft me diep geraakt. Dit heeft me hard geraakt. Ik vind het niet slecht. Het kan niet beter. Oké. Het is fantastisch, weet je wel? Dus nou, er zit een nuance in. Mensen gebruiken overigens altijd dezelfde woorden. Dus je hebt 40.000 woorden in je vocabulaire boven je kamer zitten. Sommige gebruik je overigens nooit, zoals ik ben onvermurbaar, prachtig woord. Iedereen weet best wel wat het betekent, hè? Dus dat je onverzettelijk bent of dat je een vaste mening hebt. Maar je gebruikt het nooit. Plus de intentie van het woord onvermurbaar is niet vermurbaar, is nog steeds negatief. Want als ik zeg, denk niet aan blauw, wat word je dan? Blauw, weet je wel? Denk niet aan een roze olifant met witte sokken. Wat denk je aan? Roze olifant met witte sokken. Dus je taal stuurt je brein. En dat is super interessant. Nou, en dan kun je eigenlijk als opdrachtje kun je doen. Stel nou voor dat je voor jezelf 3 negatieve woorden of fraseringen noteert. Die jij vaak gebruikt. Wat zijn dan precies die woorden? En dan is de opdracht, noteer de negatieve woorden die je vaak gebruikt. Bijvoorbeeld, dat was stom van mij. Of ik moet hard werken. Of ik mag die collega niet. Of ik zal nooit dat succes bereiken. Iets in die trant. En dan is nooit bijvoorbeeld het negatieve woord. Zet dat dan eerst neutraal. En bijvoorbeeld naar, elke dag dat ik een stap zet, ga ik vooruit. Naar bijvoorbeeld een goede intentie, de positieve intentie.
Als ik stappen zet, gaat het me zeker lukken. Naar superlatief. Ik heb een excellent plan hoe ik dit tot realiteit kan laten komen. En ik ga het zeker doen. Nou, en daar zit in die laatste zit enorm veel power. Maar door dat voor jezelf op te schrijven, kun je iets wat negatief is omzetten naar neutraal. Van neutraal kun je naar positief. Van positief kun je naar superlatief. Nou, en dan is de kunst is, doe het altijd vanuit de ik-vorm, tegenwoordige tijd, positief gericht. Dus zeg altijd iets in de trant van, ik ga het realiseren. Of ik heb een idee hoe dat goed kan. Als het een jij is, dan zeg je van, bijvoorbeeld iemand zegt van, als je bijvoorbeeld zegt van, jij moet daar niet gaan zitten, zeg dan iets in de trant van, ik zou graag zien dat je daar gaat zitten. Dan geef je iemand ook een positieve verwijzing, op een soort positieve manier. En vaak geeft dat ook een meer positieve reactie terug. Nou, dus de opdracht die je kan doen om dat positief te trainen. En dan kun je bijvoorbeeld dit als voorbeeldje nemen. Het is onmogelijk. Niemand neemt hier zijn verantwoordelijkheid. Ik was je vergeten bellen, zijn wat zinnetjes. En stel maar voor dat we dat zouden omzetten. Dan worden het dingen als, ik kan het mogelijk maken door stappen te zetten. En niemand neemt hier zijn verantwoordelijkheid, wordt dan iets in de trant van, ik wil graag dat mensen meedenken hoe we dit samen kunnen oplossen. Of zie je de mogelijkheid met me mee te denken hoe we dat kunnen oplossen. Of ik was vergeten je te bellen. Soms als het echt een afspraak is, dan zeg je, sorry, excuus. Ga de volgende keer, zal ik zorgen dat ik op tijd ben met bellen. Tja. Nou, en die manier van denken, dat beïnvloedt je denken positief. En daarmee kun je stress en ook het leven veel makkelijker aan. En dat was mijn boodschap voor vandaag. Als je nou nog vragen hebt, mag je ze even hier aan de zijkant zetten. Zet even in de chat de vragen. Ik weet niet of het systeem goed werkt, want het haperde onderwijl een beetje. Excuus ervoor, dan gaan we zorgen dat de volgende keer beter gaat. En het is leuk te zien dat er steeds meer mensen bij komen terwijl we aan het praten zijn. Dus Nathalie en Hinzi zijn ook aangeschoven. Diana is ondertussen aangeschoven. Ik zal zorgen dat iedereen de presentatie krijgt. Maar de kern dus van het verhaal is, een negatieve instelling, die ontwikkel je, en dat noemen ze ook wel de fixed mindset, die ontwikkel je door je focus te leggen op negatieve dingen, door je taal negatief te maken en als gevolg daarvan maak je hormonen waardoor je ook zo gaat kijken. Je gaat serieuze kijken, je fysiek die manifesteert zich op een negatieve manier. Je kan daarvoor in de plaats een positieve instelling ontwikkelen, waarbij je veel meer gefocust bent op kijken naar kansen, mogelijkheden, zelfs als het een probleem is, wat is de kans in dat probleem? Waar ligt de uitdaging? Wat kan ik doen om dat snel en makkelijk op te lossen? En soms, net zoals bij Joris, mijn toetsenist, heb je daar niet direct invloed op. Maar door die mindset te richten op de kansen, de mogelijkheid en je taal wat neutraal positiever te maken en ook je houding te gaan lopen alsof je het al realiseert, wat krachtiger lopen, dan maakt je lichaam automatisch neurotransmitters aan, hormonen aan, die zorgen dat jij, zoals oxytocine, serotonine en dopamine, waar je gelukkig van wordt, verbinding mee maakt en creatieve liefdesgevoel ontwikkelt, zeg maar. Nou, en dat zorgt automatisch dat je positief kan gaan denken. Dus die drie focus, frequente taal en fysiologie, die beïnvloeden elkaar. Nou, en dan heb je een aandachtspan, een invloedcirkel, waar je naar kan kijken. En dan is mijn advies, kijk niet te veel naar de buitenwereld, want daar zit heel veel gossip en heel veel negativiteit in. Ook waarheden die als mening, als feiten worden gepresenteerd. En mijn idee is veel meer, ga terug naar je eigen kern wie je bent. Wat is voor jou belangrijk? En kijk dan eens of je mensen om je heen kan verzamelen die dat empoweren. En kijk dan eens wat je kan doen, waar je op kan richten, waardoor je een winkans voor jezelf kan creëren. En zet dan de juiste stappen, waardoor je ook de winsten krijgt, zeg maar. Het positieve gevoel of de fijne contacten of het goede gesprek, et cetera. En speel vooral het spel, zeg maar. Dus niet zozeer het doel halen, maar het spel spelen. En door dat te doen en consequent te doen, daardoor wordt je mindset wordt positiever en kun je makkelijker het leven aan. Dat was mijn boodschap voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vindt. Wees vrij om mij vragen toe te sturen. Laat even in de chat weten wat je ervan vond. Excuus voor in ieder geval de techniek, want dat was niet de bedoeling. Ik had heel graag gezien dat de filmpjes gaaf zou draaien. Maar ik zorg dat iedereen in ieder geval de presentatie krijgt, plus de drie filmpjes van de Minions, van de Lion die knuffelt met zijn oude verzorgers en ook met de trailer van Inside Out. Alright, dat is mijn boodschap.
Bedenk even, wat ga je nu meer, minder, niet doen om dat als positieve instelling te ontwikkelen? En in de tussentijd zou ik zeggen, zorg goed voor jezelf. Wees positief en krachtig en realiseer je dromen door elke dag een klein stapje vooruit te zetten. Goedje van Wout Plevier. Hoi.